Nog een paar weken, begin februari om precies te zijn. En dan wordt gestart met de aanleg van een nieuwe snelweg, de A16 Rotterdam. En de eerste bouwactiviteiten vinden plaats hier in het Lagebergse Bos. We lopen nu bijna boven op het tunneltracé, het toekomstige tunneltracé. Je ziet hier de oude molenstomp. Die blijft gewoon zoals hij is. Het tunneltracé zal een meter of 80 naar het oosten verdwijnen, daar aan de overkant van het water. Dit is ook de plek waar 1 februari gestart zal worden met het rooien van de bomen en het verwijderen van het groen. Een klus die weken in beslag zal nemen, maar tijdens het broedseizoen zal er niet gewerkt worden. Wij hebben eigenlijk afgesproken met de opdrachtgever dat we gedurende het broedseizoen geen werkzaamheden uitvoeren die de broed kan verstoren. Dus het verwijderen van groen doen wij tot aan het broedseizoen en pakken we weer op na het broedseizoen. De bouw van de daadwerkelijke tunnel start in de zomer van 2020 en duurt ongeveer 2 jaar. Dus in de zomer van 2022 worden in principe de bomen alweer teruggeplaatst en de bossage worden alweer teruggeplaatst. Dus je moet denken, nou ja, zomer, najaar 2022, zie je hier eigenlijk niks meer van. Tijdens de aanleg van de snelweg krijgt ook het bos een opknapbeurt. Het moet moderner worden. Het bos wordt eigenlijk helemaal up-to-date gemaakt, zodat het voor de volgende generatie ook interessant is om te recreëren. De vraag is natuurlijk gigantisch veranderd. Men wil beleven, het moet een beetje spannend zijn. En daar gaan we aan werken om dat te maken. Door het eiland gaan we meer, of het eilandenrijk eigenlijk, worden nog meer eilandjes gemaakt met bruggetjes en trekponden. Zodat het met bochtjes erin, zodat het echt natuurlijk een belevingspad wordt gelegd. Daarnaast komt er een trimbaan, dat is natuurlijk veel sport, dat is de vraag. En daar gaan we rekening mee houden met de inrichting. Verder maken we het bos meer biodivers, zodat er nog meer vogels komen. Dat het ook generatieproof is, zeg maar, voor de lange duur.